Alright. Martijn, welkom. Goedenavond. Welkom bij de podcast. Dank u wel voor de uitnodiging. Kunt je de dingen opzetten? Dan moet die op, ja. Ja, is misschien iets beter, dan kunt je zelf een beetje horen. Vertel eens, wat heb je allemaal uitgesproken in je carrière? Ik ben bij de politie gegaan. Hè? Yes. Bij de gerechtelijke politie. Was voor de politieherwarming, want dan waren er 3 politiediensten. Ik weet niet of dat jullie dat meegemaakt hebben. Ik denk het niet. Wel van gehoord. Ja. We mochten met andere gasten. Er was de Rijkswacht. Rijkswacht, ja. De gemeentepolitie en de gerechtelijke politie. Ja. En de gerechtelijke politie had dat voordeel, alleen voor mij toch, dat zonder uniform was. De gerechtelijke politie had geen uniform. Want ik had geen goed gevoel bij het dragen van een uniform. Ik heb nooit een uniform gedragen. Ja. Dus... Ah, wel apart. Het goede bij de gerechtelijke politie dan was dat je als je werkte als agent bij de gerechtelijke politie, dat je dan onmiddellijk huiszoekingen kon doen. Ja. Je kon mensen, criminelen verhoren. Je kon observaties doen, arrestaties doen. Terwijl dat je bij de andere politiediensten, gemeentepolitie, Rijkswacht, je moest tussenkomen bij betogingen. Dus verkeer, zogezegd van alles. Administratieve politie, ja. Hè, bestuurlijke politie. En bij ons was het enkel gerechtelijke politie. En dat trok mij aan. Daarom ben ik bij de gerechtelijke politie geweest. Nou, eerst een paar jaar dan bij de gewone politie dan? Nee. Ja, direct bij de gerechtelijke politie. Ja. Je werd direct in het bad gesmeten. Je kon onmiddellijk meegaan met... Ik zat bij de groep voor repressie van het banditisme. Zo ben ik binnengekomen. En in die tijd, 35, 40 jaar geleden, dan werden er... praktisch iedere dag 2-3 hold-ups gepleegd op banken. Dat was de jaren 80. Ja, dat was de tijd. Dus, best veel, joh. Dus dat was interessant. Dan moesten we gangsters die een hold-up hadden gepleegd proberen te identificeren en dan te arresteren. Dat was de tijd van Patrick Hamers, ja. Lacroix, Bashrami, Murat Camplan. In die tijd waren er eigenlijk nog... hoe zou ik het noemen, sterrengangsters. Ja. Mensen waar zelfs politiemensen naar opkeken voor te zeggen, ja, we hebben die gearresteerd of we hebben die te pakken. Nu is dat minder. Ja. Je hebt het enkel, je kunt niet van een sterrenstatus spreken bij terroristen. Mm. Maar nu zijn het meestal de terroristen die een naam hebben, Abdeslam, Abrini. Dat zijn mensen, criminelen, die nu meestal de... gekend zijn. Maar in die tijd waren het gangsters. Doet me denken aan Heat, die film. De Niro en Pacino. Met Al Pacino, ja. En dan, hoe lang heeft dat dan geduurd voordat je als undercover agent begon? Ik ben dan een jaar of 7-8 bij de groep voor repressie van banditisme geweest. We hadden daar ook bij die groep nog ook een kunstbureau diefstallen bijgecreëerd eigenlijk, omdat in die tijd, zeker in de Brusselse, dat daar heel veel kunstdiefstallen waren. En wij waren dan een beetje gecharmeerd door kunst en konden enkele kunstdiefstallen oplossen. En dan ben ik bij de undercovers gegaan. Dat heette dan de Intelligence Unit bij de Nationale Brigade van de gerechtelijke politie. In de gerechtelijke politie waren er 22 brigades over gans het land. En dan in het kader van de Bende van Nijvel is er ook een 23e brigade gecreëerd voor de grote, zware, nationale, internationale criminaliteit op te lossen. En binnen die 23e brigade was de GSO, de Groep voor Schaduwing en Observatie, een beetje de tegenhanger van de Rijkswacht van het SI, het Speciaal Interventie Escadron. Een elite-eenheid eigenlijk. En bij de gerechtelijke politie had je dus de groep voor schaduwing en observatie. Dat was de groep die de beveiliging deed van de undercoveragenten als ze contacten hadden met criminelen. En dan had je ook secties, afdelingen gespecialiseerd in drugs, in zware criminaliteit, in prostitutie en zo. Van waar komt die interesse? Dat hij zodanig ook undercover wou en direct bij de criminelen terecht wou komen? Ja, ik had al enkele jaren erop zitten bij de groep voor repressie van het banditisme. En dan weet je dat er zo'n groep bestaat, een intelligence unit.
En dan ga je nadenken en ga je zeggen, tja, zou ik dat ook eens niet doen? Want dat leek mij toch wel zeer avontuurlijk en spannend. Ja. En ja, ik heb dat dan maar gedaan. Zit je toen James Bond in je hoofd? Ja. Of, of niet? Ik zat beetje. Niet echt met James Bond in mijn hoofd, maar het leek mij wel aanlokkelijk dat als je undercoveragent was, dat je dan niet meer bij de politiediensten kwam. Hè. Dus een periode van als undercover in België duurt normaal 5 jaar. Dus 5 jaar kom je niet meer in de politiedienst. Want dat is logisch. Als een crimineel je zou zien binnen en buiten wandelen in een politiegebouw, dan zou je zeggen, tja, wat gebeurt daar? Dus je werkt in een safe house, in een gebouw of in een gebouw of een woning die beschermd is met een cover firma soms. Niemand weet dat je bij de politie bent. En dat leek mij wel heel interessant om dan volledig afgescheiden te zijn van de politie en opdrachten te krijgen die een beetje spannend waren en ook zijn. Was daar een speciale opleiding voor? Of zijn er bepaalde selecties dat je moet doorgaan? Kon je kandidaat stellen om mee te doen. Er zijn natuurlijk altijd veel kandidaten. En dan kom je voor 2 commissies die je ondervragen over je motivatie, je inzet, je karakter, je verleden, hè, wat je al gedaan hebt. En er zijn ook psychologische tests natuurlijk. Hè. Kijken of dat je altijd in alle omstandigheden nog altijd geen normvervaging hebt of zo. Allerlei vragen die je gesteld worden. Je gaat door een psychologenteam. En dan eenmaal dat je daardoor komt door die commissies, dan is er een kleine groep gevormd eigenlijk. Een groep van, 20, 30. En dan ga je 3 weken weg. En ik meen eigenlijk, ik denk dat dat nog altijd zo is, men gaat eigenlijk zorgen dat je zo in die 3 weken zo weinig mogelijk slaapt. Hè? Dat heet dan slaapdeprivatie. Want als je weinig slaapt, dan komt de ware Martin naar boven eigenlijk. En dan overdag krijg je les in bijzondere opsporingsmethoden, strafrecht, strafvordering, drugwetgeving, wapenwetgeving. Krijg je daar ook examen over of moet je dat instuderen tegen de volgende dag? Maar 's avonds krijg je dan rollen spelen, moet je buiten bepaalde opdrachten vervullen. Kom je dan maar binnen om 3, 4 uur 's nachts. Heb je hard gewerkt. En dan moet je wel om 7:30 's morgens piekfijn in kostuum terug op het appel verschijnen. Ja. Dus je slaapt heel weinig en dan maak je fouten, hè, als je weinig slaapt. Of verlies je je beheersing, hè, ook al belangrijk. En in al die opdrachten die je krijgt, word je gevolgd door psychologen die je gadeslaan hoe dat je je gedraagt in bepaalde opdrachten die je krijgt. Een opdracht was bijvoorbeeld dat je na een dagtaak eigenlijk om 5, 6 uur 's avonds zeiden ze, ja, nu moet je gaan bedelen. Hè. Wij zaten in Brussel, nu moet je gaan bedelen en nu moet je genoeg geld hebben om 12 uur 's nachts een hotel te kunnen betalen en je van eten te voorzien. Dus, dat was een van de proeven dan? Dat zijn zo'n proeven, ja. Dan moet je, is dat gelukt? Ik werd aan het Centraal Station in Brussel gestuurd. En ik moet zeggen dat het in het begin wel raar doet om te bedelen. Ja. Je moet een stap zetten. Je moet bepaalde barrières kunnen doorbreken om te zeggen, ja, ik ga ervoor. Dat zijn wel zaken. En je moet erbij zeggen dat je heel vermoeid bent. Je hebt heel weinig slaap. Dus zaken die je ook moest doen, was ook niet gemakkelijk. Is dat je bij een terras komt. Er zitten daar mensen. Er zijn vrije tafels. En dan zegt de coördinator of de examinator, ja, ga bij die persoon zitten, terwijl dat er nog vrije tafels zitten, en ga een gesprek aan met die persoon. Je kunt hem niet trakteren, maar jij moet getrakteerd worden. Dus kan u verzekeren, als je bij een persoon gaat gaan zitten, dat hij raar kijkt. Er zijn nog
andere tafels vrij. Je moet een gesprek aanknopen. En dan moet je nog zien dat je een glas betaald krijgt. En dus, hoe had je dan begonnen toen? Ben ik eigenlijk wel eens geïnteresseerd? Bij de persoon, ik moet een beetje mazzel hebben ook. Een beetje geluk hebben ook. De persoon was het laatste nieuws aan het lezen. Het was dan nog een Vlaming in Brussel. Was bij de sportbladzijde. En dan heb ik direct gevraagd of dat die supporter was van die club. En zo ben ik in gesprek geraakt. Je zoekt altijd de belangstelling van de persoon. En daar ga je verder op in om vragen te stellen. En zo heb ik een koffie gekregen van die persoon. Dus, Is eigenlijk een verkoper. Op een bepaalde manier een beetje, ja, een beetje zijn, acteren ook. Toch? We moeten bepaalde het is eigenlijk normaal, een normaal leven. Het is zoals ik met u spreek. Maar je moet bepaalde grenzen kunnen doorbreken. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Wat wel moeilijk, enfin, moeilijk is het niet, maar je moet gezond zijn, sportief zijn, om tegen die weinig uren slapen te kunnen. Ja. En dan jezelf blijven, jezelf beheersing. Dus je moet een beetje kalm persoon zijn, toch? Ja. En nooit je zelfbeheersing verliezen en altijd geconcentreerd kunnen blijven, ondanks je vermoeidheid. Dat is eigenlijk een beetje de moeilijkheid. En dan komt je ineens dan in het echte leven, dat je dan undercover agent bent, bij echte criminelen? Ja, je krijgt in die tijd, nu zijn er minder, je krijgt pseudokopen, heette dat in die tijd. Dat is dat je geïntroduceerd wordt door een persoon, een crimineel, die meespeelt met de politie. Zo gezegd de informant die introduceert, om bijvoorbeeld, omdat die persoon weet dat een organisatie of een groep van mensen bijvoorbeeld cocaïne verkoopt. En dan word je geïntroduceerd, want die zegt, ja, kijk, Martin Bloemperk, die is geïnteresseerd om drugs te kopen, die koopt drugs. En zo ga je in gesprek met de crimineel en slaag je erin, zonder eigenlijk ernaar te vragen, want je mag niet provoceren in België. In Amerika mag dat wel. Maar zonder ernaar te vragen, moeten ze jou cocaïne voorstellen. Ja. Gaat het dan in je hoofd zo constant van oké, ik mag dit niet zeggen, ik moet hiermee oppassen, of niet? Dat is een automatisme geworden. Je weet dat tot waar je mag gaan, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ik zou vol met stress zitten, constant. Ja, dat inderdaad. Dat je niet je karakter breekt of zo. De persoon die ik vervangen had, die hem mocht vervangen in het undercover team, voordat hij een opdracht had, iedere keer moest hij braken, moest hij overgeven. Dat was van de stress eigenlijk. Dus dat is niet zo goed dan natuurlijk. Hè. Speel je dan een rolletje? Of, nee, niet echt. Nee. Is dat niet ver van je eigen persoon? Nee, ik heb nooit echt een rol gespeeld. Ik ben eigenlijk altijd, ik weet niet of dat de goede methode was, maar ik voelde mij er heel goed bij. Ik ben altijd mezelf gebleven, zoals ik was. Als je gaat overdrijven of zo, dan denk ik dat toch opvalt. Komt er niet echt over. Nee, je moet jezelf blijven. Bouw je dan geen vriendschap op met zo iemand? Ik was hier, een target bijvoorbeeld. Ik ben hier geïnfiltreerd in het Antwerpse, dus ik ken Antwerpen vrij goed. Ik had een mooi bemeubeld appartement van de vroegere consul van Lima in Peru, die dan terug vertrokken was. Ik kon zijn appartement huren, heel koloniaal ingericht, hè, zoals in Peru wellicht. En ik woonde recht over het Zuiderterras, aan de Plantijnkaai. Heel mooi. Ja, dat is een mooie locatie. En ik moest daar vriend worden van een persoon, een Antwerpenaar, die heel dicht stond bij Riccardo Fanchini. En Riccardo Fanchini was eigenlijk de topcrimineel in die tijd. Sponsorde ook een Formule 1-wagen met zijn vodka-merk. Ik ga het niet noemen, want het merk ben ik vergeten. Het is een Russische naam. En hij had ook de grootste jacht die al in de Middellandse Zee lag. Een jacht van 47 meter lang in die tijd. Dus, maar hij was, het was eigenlijk een topcrimineel. En via die persoon, die rechterhand van Riccardo Fanchini, moest ik vriend worden en contact krijgen met Riccardo Fanchini. Zo is dat eigenlijk begonnen. Die lange opdracht hier in het Antwerpse. Hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk een tweetal jaar. Zo, was een investering van tijd en van... Ja. Had jij toen een relatie al? Of je was samen met iemand of werd je single? Nee, ik woonde alleen. Want dat weet ik dan ook. Ik was gescheiden en
collega's van mij hadden een huwelijk of een gezin met kinderen. Achteraf heb ik dan ook kinderen gehad en dan heb ik mij altijd de vraag gesteld, maar hoe is het godsmogelijk dat je dan goed je opdrachten kunt vervullen? Want je kind moet maar ziek zijn of zo en je moet dan geconcentreerd vertrekken om een totaal andere identiteit te hebben. Dat leek mij echt niet doenbaar. Maar ga je dan altijd naar je comfortzone in die gesprekken? Dat je denkt van bijvoorbeeld voetbal is een comfortzone voor u. Ga je dan daar naartoe? Nee, ik ga vooral naar de comfortzone van de persoon. Van de persoon zelf. Met wie ik in gesprek ben. Ja. Het vertrouwen op te wekken. Natuurlijk, wat heel belangrijk is je cover story natuurlijk. Hè. Je hebt een andere identiteit, dus je hebt een ander leven. Dus je hebt een andere familie. Je hebt andere activiteiten. Dus en voor mij was dat wel gemakkelijk. Want mijn cover story speelde zich af in Polen. Ik was geregeld in Polen. En we braken daar in die tijd, en ik denk dat het nog altijd zo'n beetje is, was 200 kilometer onder Warschau, ten zuiden in Iwaniska. En daar waren, of zijn, want ik ben er niet meer terug geweest, houten huizen. Hè. De mensen in die tijd gingen, er was één waterput in de straat. En de vrouwen gingen dan 's morgens in kamerjas met een emmer water gaan halen. In die tijd was dat zo, jaren geleden. En er waren ook veel leegstaande houten huizen. En wij kochten die op. We braken het hout af. Dat was heel mooi hout. En daarmee maakten we landelijke meubelen een beetje antiek gericht. Want het was oud hout. Mensen dachten dat het antieke meubelen waren. En in Polen zijn er heel, heel goede schrijnwerkers. Overal zijn er hangaars met schrijnwerkerijen. En daar hadden wij ook een schrijnwerkerij. En daar zaten wij met meubelen. Dus soms belde een crimineel naar mij en ik zat in Polen. Dat komt natuurlijk zeer geloofwaardig over. Ja. En had je op een bepaald moment illegale dingen moeten doen om te overtuigen? Nee, niet echt. Ja, soms als je Nee, niet echt. Ik heb het eigenlijk niet moeten doen. Nee. Illegale zaken doen. En als er nu bijvoorbeeld een van die op een feestje waarschijnlijk... Ik heb niet moeten deelnemen aan een diefstal of drugs wegvoeren met camion of zo. Ja. Voor een transport te regelen, een gecontroleerde levering, zoals dat heet. Dat heb ik niet gedaan. Ja. En als we bijvoorbeeld een lijntje aanbieden of zo, en jij zegt nee, denk je dan in je achterhoofd van... Misschien gaan ze iets vermoeden of niet? Nee, van, je hebt je identiteit... ik was een sportman, dus ik zei altijd, nee, ik doe aan sport. Ik dronk wel een glas soms, maar drugs neem ik niet. Dus het mag ook niet, als undercover mag je geen drugs nemen. Dus je weet ook, je hebt altijd wel een reden om geen drugs te nemen. Nou. Is het ooit close geweest, dat ze your cover was blown, zeg maar, dat ze het door hadden? Er zijn zaken geweest, want ondertussen dat ik, als ik infiltreerde hier in Antwerpen... liepen er telefoontaps, werden criminelen afgeluisterd. En soms ging het gesprek over Martijn Bloemperk. En er werd soms gezegd, ja, die gast komt hier zomaar binnen in onze groep. Wij zitten al jaren samen, zou je niet opletten met die kerel? Want die komt zo precies uit de lucht gevallen. Dus dat was het wel alle hens aan dek natuurlijk, hè, bij de coördinatoren en de verantwoordelijken... voor die operatie, om te zeggen, ja, wat gaan we doen? Gaan we doorgaan of wordt het niet gevaarlijk? Want, ja. En kun je daarvan blokkeren? Want bijvoorbeeld, als je dat weet... Dat wordt aan mij niet gezegd, hè. Ah ja, oké. Okay. Dat wordt aan mij niet gezegd. Nee, dat wordt natuurlijk over nagedacht. Gaan we het zeggen aan de undercoveragent, ja of nee? Maar ik was niet op de hoogte van het feit dat er op een bepaald ogenblik wantrouwen tegenover mij was. En dan na die 2 jaar... hoe lang duurt dat voordat je terug normaal begint te worden? Maar ik heb mij altijd... ik heb dat altijd geweten, dat ik weet dat er een einde komt. En ik heb er eigenlijk nooit moeite mee gehad met dan terug naar de gewone wereld te gaan. Ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk in die jaren dat ik undercover was, dat ik heel weinig sociale contacten had. Mm-hmm. Dat ik er eigenlijk... moet ik zeggen, achteraf, eigenlijk volledig voorleefde. Ik had eigenlijk geen sociaal leven. En achteraf bekeken, kan het ook niet anders.
Ja. Je mocht, ik vind dat als undercover, als je het heel goed wilt doen en heel bewust en geconcentreerd, dat je eigenlijk geen gezinsleven kunt hebben daarnaast. Of het loopt falikant af, denk ik. En de enige die het wist was je broer, geloof ik? Mijn broer wist het, ja. Mijn broer wist het, ja. Moet je ook en was het van het begin al, of was dat achteraf dat je dat hebt gezegd? Nee, hij wist het, ik weet het nu niet helemaal juist meer, maar hij wist het wel van in het begin. Maar goed, ja, veel contact hadden we ook toch niet. Want ik heb dat al veel gezegd, undercover agent is een heel, heel eenzaam beroep. Je hebt geen collega's meer, je hebt geen contact nu meer met je vroegere collega's eigenlijk. Je leeft eigenlijk heel, heel alleen. Als je een succes hebt, moet je dat eigenlijk alleen vieren. Ja. Hoe oud werd je toen eigenlijk? Ik was 35. 35 is nog wel... Nooit gedacht toen? Want je bent van veel... 35 tot 40 jaar. Want je bent veel alleen, hè? Dus je bent veel alleen, waarschijnlijk. Ja. Nooit gedacht van, ik wil maar stoppen en ik wil een gezin stichten, of... Is dat niet in je hoofd? Nee, want je bent volledig geconcentreerd. Je zit helemaal in die wereld, hoor. Ja, eigen wereld. Want als het gedaan was... in die 5 jaar dacht ik, tja, ik heb toch een makkelijke job. Totale vrijheid. Je hebt wel je opdrachten, maar ja, het is niet hetzelfde. Je hebt eigenlijk, je doet eigenlijk wat je wil. Als je je opdrachten doet, kun je die opdrachten zelf invullen. Je moet creatief zijn. Je kunt zelf creatief... zijn in bepaalde in die zaken. Dus, maar op het einde had ik, als het gedaan was, was het wel een mantel die ik van mij af... dat ik zeg, tja, ik heb dan toch wel een zware mantel gedragen. Maar op het moment zelf, in die jaren... Ja, je had die mantel aan en je voelde dat niet echt. Maar een keer dat gedaan was, was er wel een zware mantel die van je afviel. En was de zaak dan gesloten? Hadden ze hem opgepakt? En... Nee, die zaak is... gestopt geworden, omwille van het feit dat allerlei activiteiten waar ik toe uitgenodigd werd, dat ik die moest afblazen eigenlijk. Ik werd gevraagd om mee te financieren aan de handel van bevroren kippen naar Guinea. En dat leverde winst op. Natuurlijk, het probleem was bij de nationale magistraat, als die dan... in die tijd was het zonder de euro, 1.025.000 euro winst maakt. Wat gaan wij ermee doen met die winst? Ja. Dus dat was al een probleem. Dus dat werd ook uitgenodigd om mee te doen aan een hondenslee-vakantie in Canada. Altijd en, leuk, toch? Dat was dan, ja, ik mag. En dan werd over gediscussieerd. Dan zeiden ze, ja, we moeten de GSO meesturen naar Canada, want... Hij moet toch beveiligd worden als hij uit zijn rol valt of zijn cover valt weg en hij wordt bedreigd. En uiteindelijk moest ik dat dan ook afblazen. Eerst mocht ik wel, dan niet. Dan wel. En het was... is de zaak gestopt geworden. Sorry. Hoe gaat dat van opdracht naar opdracht? Is er bijvoorbeeld een lange tijd tussen twee opdrachten in? Of? Dat hangt af met de contacten die je hebt. Hè. Natuurlijk, ik moet zeggen, tijdens die infiltratie kreeg ik nog andere opdrachten. Hè. Oké. Ja, ik had nog andere opdrachten om bijvoorbeeld in Luik een schilderijen terug te kunnen kopen, gestolen schilderijen of cocaïne aan te kopen. Die gestolen schilderijen werden ook dan teruggekocht door de politie? Of? Nee, bijvoorbeeld tijdens mijn undercover hier, mijn infiltratie hier in Antwerpen, was er juist bijvoorbeeld, en dat was in Antwerpen... Een schilderij gestolen van Van Gogh, Vincent Van Gogh, de aardappelrooster. En een schilderij van Monticelli. Ik werd dus ook aangewezen tijdens mijn infiltratie zelf om contact te zoeken met de helers. Om die schilderij, vooral de schilderij van Van Gogh, Vincent Van Gogh, kwam hier uit het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. Om tijdens die infiltratie contact te zoeken met die helers. En ik heb daar contact mee gekregen. Het was ook wel een heel mooi verhaal. Ik kreeg contact in de café met de helers. En ik kon direct eigenlijk spreken dat ik was niet alleen persoon die meubelen maakte in Polen, maar ik kwam ook naar België om advies te geven aan... kunstverzamelaars. Want ik
ik had de jaren in de kunst gezeten bij de gerechtelijke politie. Ik kende dus heel wat af van kunst. Dus ik gaf ook advies in kunst. Dus voor mij was het gemakkelijk om contact te zoeken met de helers en interesse te tonen voor die schilderijen. Die werden mij dan aangeboden. En ik moest dan naar het station, centraal station komen van Antwerpen. En daar moest ik wachten. En daar kreeg ik dan van een persoon die mij voorbij wandelde een Playboy. En in die Playboy zat een treinticket naar Berchem. Een station verder dan het centraal station in Antwerpen. En daar moest ik de trein nemen naar Berchem. En daar zou ik dan naar de parking moeten gaan en zou ik iemand ontmoeten. Maar ik was natuurlijk geobserveerd, beveiligd door de GSO die mij dan volgde. En in de parking werd ik aangesproken door een man op de parking van het station van Berchem. Die mij zei, ja, je bent geïnteresseerd in de schilderijen van Van Gogh en Monticelli. En ik zei ja, en dan ging ik de camionette binnen en zag ik die schilderijen. Dan werd er overeengekomen om een prijs te betalen. En Sanderendaas kreeg ik dan terug contact om ook terug op de parking van Berchem die schilderijen aan te kopen. Ook terug in diezelfde camionette. En dan hebben ze binnengevallen en dan hebben ze gearresteerd dan? En ja, het zijn eigenlijk is, want de koop is nooit tezamen met de overdracht van het geld. Dus je hebt ikzelf die bij de schilderijen ben en de crimineel die de schilderijen aanbiedt. En dan heb je ook nog iemand, die heten wij Mr. Cash, die het geld heeft, want wij moeten ook de schilderijen betalen. Ja. Maar die zit op een andere plaats. Dat is gekend bij de criminelen, omdat het soms gebeurt als ze op dezelfde plaats zitten, dat je een ribdeal hebt. Ja. Ik denk bijvoorbeeld dat ik cocaïne ga kopen, terwijl dat er helemaal geen cocaïne is. Ik heb mijn miljoenen mee en ik word dan een wapen tegen mijn hoofd gezet en de criminelen gaan er vandoor met mijn geld. Ja. En ik heb geen cocaïne. Dus om die ribdeal te vermijden en zeker, meer zeker te zijn, hebben die twee opdrachten op een verschillende plaats, een paar honderd meter van elkaar. Ja. Dus op dat ogenblik dat ik zeg, dat zijn de schilderijen, waarachtig, echte schilderij van Van Gogh, dan bel ik naar mijn compaan, zogezegd. Een crimineel denkt dat ik naar mijn compaan bel om te zeggen, ja, je mag het geld afgeven, ik krijg de schilderijen, maar ik bel niet naar mijn compaan, ik bel naar de GSO, de Groep voor Schaduw en Observatie. En dat is het sein om te arresteren. Maar we zaten in dit specifieke geval, dat vond ik wel, dat heb ik altijd goed onthouden, was een beetje een gevaarlijke situatie. In dit specifieke geval had hij de camionetten langs binnen afgesloten. De bagageruimte, we stonden daarin, in die camionetten langs de achterkant. Maar ze was afgesloten, dus ik had het signaal gegeven aan de GSO, kom maar af, arresteer ons. Maar, ja. Maar ik wist dat ze niet binnen konden, want de deur was gesloten. Dus heb ik moeten veinzen dat ik claustrofobie had, dat ik zeg, ja, ik kan niet tegen gesloten ruimtes, die deur moet hier open. En die persoon zei, nee, die deur blijft gesloten tot wanneer dat het geld overhandigd is. En dan heb ik, gelukkig dat ik nog een voetbalspeler was, heb ik met een paar kordaten stampen de achterdeur van de camionet kunnen openstampen. Juist op het ogenblik, want de GSO wist dat niet. GSO was in aankomst. Juist op het ogenblik dat de GSO binnen in de camionet is binnengevallen om de arrestatie te doen. Dus dat zijn soms heikele situaties, die onverwachte situaties die zich kunnen voordoen. Dan moet je natuurlijk een oplossing vinden. Wordt dat nog niet verfilmd? Is er geen deal gesloten al? Ja, het was die dat is wel speciaal geweest. De televisie van Antwerpen, die heeft een speciale naam. Die hun studio's zat aan het station in Berchem. Ah. En die hebben die interceptie gefilmd. Ah, echt? Oh, het is gefilmd geweest. Het is gefilmd geweest. En dat is dan uitgezonden geweest op het nieuws, 's avonds, op het VRT-nieuws. En gelukkig waren de undercovers geblurred eigenlijk. Want ik zeg, ja, nu, ja, ga ik, anders, nu ga ik door de mand vallen, want het gebeurde die
operatie gebeurde gelijkertijd met de infiltratie. En samendaags had ik een contact met de rechterhand van Riccardo Fancini, die mij over die interceptie, en die, want het stond in de Gazette van Antwerpen natuurlijk, een grote artikel over die beruchte kunstdiefstal en dan de ontknoping aan het station van Berchem. En die persoon samendaags zaten we in de Vogelenzang, daar in Schilde, in Schoten, te eten, een stukje te eten. En pas die, nog gegeten. En die persoon begon daarover en zegt, ja, dat waren toch domme gasten die zich hebben laten oppakken. Dat was een undercover operatie. Die hadden dat toch moeten weten. En ik zat daar. Ja, de persoon die undercover was in die operatie, dat ik dacht, ja, weet die persoon iets meer misschien? Weet hij dat ik daartussen zat of zo? Dus dat zijn soms speciale situaties waar je moet tonen dat je... Ja, dat je niet nerveus wordt. En hoe word je niet rood? Of hoe word je niet... Ja, ja, als je nerveus... Dat in controle? Dat is, dat is iets dat je dat een beetje eigen aan jezelf bent. Is dat ook omdat je weet dat er dan iemand op de uitkijk staat om je te beschermen? Of? Nee, totaal niet. Nee, want dan kan het soms al te laat zijn natuurlijk. Ja. Hè. Voel je dan veilig? Als je bijvoorbeeld nu terug op straat loopt in Antwerpen, of de jaren net daarna, kort daarna, voel je dan veilig? Of vermijd je juist die plekken? Of? Ik voel me veilig, want daarna zijn we met de FAST begonnen, 20 jaar, en daar hebben we heel wat... mee kunnen doen. Ja, en heel wat honderden, zelfs duizend criminelen gearresteerd. Dus ik denk dat ik daar in dat milieu van die arrestaties wel, dat er wel gevaarlijker is als ik daar iemand tegenkom, denk ik. En je hebt direct het bruggetje al gemaakt naar de FAST team. Je zegt, je stopt als undercover en dan mocht je 5 jaar niet werken, zeker? Of? Nee, undercover mag je niet in de politiedienst komen. Maar als je gedaan hebt als undercover, ja, dan begin je direct weer als politie, gewone politieman. Te werken eigenlijk. En dan hebben ze u direct in de FAST-team gezet? Dat bestond toen nog niet, hè? Ondertussen was ik commissaris geworden. Had ik deelgenomen aan de examens voor commissaris, en was ik commissaris geworden en dan werd ik terug bij de Nationale Brigade gezet, de 23e Brigade, en de Brigade voor de zware bestrijding van de zware criminaliteit. En dan werd ik eigenlijk chef van de... van de groep voor schaduw en observatie. Het waren eigenlijk mijn vrienden geworden, want ja, die beschermden mij bij dag en nacht in alle operaties. Die kende ik goed. Het was voor mij een mooi gevoel dat ik daar teamleider kon van worden als commissaris. En dan werd ik ook nog informantenbeheerder daarbij. Hè. Een nationale informantenbeheerder van, officier bij... voor de bijzondere opsporingsmethoden en undercover opdrachten. Observaties door de speciale eenheden zijn automatisch bijzondere opsporingsmethoden. Ik had dat al een beetje onder de knie, want ik werkte eigenlijk als undercover in een bijzondere opsporingsmethode. Dus dat was wel goed dat ik daar kon werken. En nadien is het project naar voren gelegd van de FAST, want het kwam naar voren dat er op dat moment 600 voorvluchtige veroordeelden waren, die eigenlijk enkel nationaal gesigned waren, gesignaleerd waren, maar waar niemand, geen politiedienst, echt actief naar op zoek ging. Dus als je 600 criminelen die gestraft zijn met een gevangenisstraf van meer dan 5 jaar, dat zijn al zware misdrijven, waar niemand naar zoekt, ja, dan moest er een team zijn die daar echt actief en gestructureerd naar op zoek ging. En zo zijn we van wal gegaan met het FAST-team. En dan is de hervorming gekomen, van de politiehervorming. De GSO die bij mij was, met de FAST, en die goed was, want voor vluchtige criminelen op te sporen moet je observeren. En ik had een fantastisch team die het in de hand had, die niet anders deed dan observeren en arresteren. Maar die mensen zeiden, de hervorming staat voor de deur. Hè. De gerechtelijke politie gaat op in de Rijkswacht en de gemeentepolitie. De FAST gaat nooit blijven bestaan. We gaan naar onze oorspronkelijke brigades, want anders gaan we... Wie weet waar we dan terechtkomen. En verrassend genoeg bleef de FAST bestaan na de hervorming. Maar de foto die genomen werd op dat ogenblik, de dag voordat de hervorming een feit was, we waren maar met 2 overgebleven. Dus
Op die dag zeiden ze, ja, met hoeveel waren jullie de dag van de hervorming? Ah, met 2. Maar enkele weken geleden, maanden geleden, waren we met meer dan 20. Ja, maar dat telt niet. Het is nu dat telt. En zo zijn we met 2 van wal gestart met het fastteam. En dat heeft heel wat avonturen teweeggebracht, want in de hervorming wisten ze met ons geen raad, want iedereen werkt in gerechtelijk onderzoeken en opsporingsonderzoeken, maar niet in de laatste schakel van de strafrechtsketen, namelijk de opsporing van voorvluchtige veroordeelden. Want je hebt 2 soorten voorvluchtigen, namelijk voorvluchtige verdachten, zij die nog verdacht zijn in het kader van een gerechtelijk onderzoek, maar nog niet veroordeeld zijn, niet voor de rechtbank gekomen. Maar bij ons zijn ze al schuldig bevonden door een college van strafrechters. Maar lopen vrij rond en moeten dus naar de gevangenis. Dus de hiërarchie wist daar geen raad mee. Dus wij kwamen op ons bureau en wij konden vrij beslissen in alle vrijheid, zonder dat er iemand boven ons stond, welk dossier dat we gingen aanpakken, hè, welke voorvluchtigen dat we gingen opzoeken. Dus dat was eigenlijk dat was een fantastische periode. Niemand kende dat, het bestond nog niet. Dus we hebben alles zelf moeten uitzoeken. In die tijd deden we ook zelf de uitleveringen. Als we iemand, want 70% van voorvluchtige veroordeelden die veroordeeld zijn tot een straf van meer dan 5 jaar, ja, de meeste zitten niet in België natuurlijk, die vluchten naar het buitenland. Dus ieder jaar was dat zoals ik de statistieken opmaakte. 30% van onze targets arresteerden we in België, 70% lieten we arresteren in het buitenland. Maar die moesten we dan ook gaan halen natuurlijk. Ja. We waren maar met 2. Dus we hebben heel de wereld rondgereisd om die personen te gaan halen. In Zuid-Amerika, in Buenos Aires, in Santiago de Chile, in Washington. Ja, met ons 2. Hoe lang heb je dat volgehouden met z'n 2? Ja, we met ons 2 boekten we dan toch successen. En dan vroegen we uitbreiding natuurlijk. Hè. Ja. En in die tijd was het zo dat we dat niet echt kregen. We waren een beetje slecht gezien, we waren een beetje stiefmoederlijk behandeld. En het was wel zo dat als de undercovers gedaan hadden met een periode, dat ze als merite, als verdienste dan, als beloning, mochten ze zelf hun dienst kiezen. Dus wat deden de undercovers die gedaan hadden? Ze kozen voor de fast. Ja. Dus zo konden we, ondanks het feit dat er geen plaatsen open kwamen, zo konden we onze dienst verruimen, omdat ze kregen die verdiensten, ze mochten een afdeling zelf kiezen. Maar op de duur werden we zo populair en zaten we met allemaal oude undercovers, dat ze gezegd hebben, nu kan dat niet meer. Ze kunnen niet meer kiezen, de undercovers, als ze gedaan hebben. Dus dat was wel fijn om... we waren natuurlijk niet blij, maar het was wel goed dat ze probeerden op die manier stokken in de wielen te steken. Fugitives, ik moet direct denken aan Harrison Ford. Ja, mensen achterna zitten, komt dat veel voor ook bij de job? Of kun je ze direct arresteren? Of? Ja, er zijn er soms die vluchten natuurlijk, die proberen, want vrijheid is het hoogste goed. We hebben nog personen gepakt die echt mooie avonturen beleefd. Die als we binnenvielen om 5 uur 's morgens, die langs het slaapkamerraam aan de dakgoot gingen op de 3e verdieping en zich daar vast hielden om toch niet gearresteerd te worden. Ja, we hebben alles meegemaakt. Ja, zo zijn er ook Hongaarse politieken dat ook voor hebben. Hè? Ja. Ja, ook in Brussel. Ook in Brussel, ja, hè. Ook in Brussel. Dus op een bepaald moment, ik weet niet hoe dat jullie de namen eruit pikken die jullie als eerste gaan opsporen. Is dat een speciale methode? Of? We proberen natuurlijk de gevaarlijkste op te sporen. En we krijgen natuurlijk ook tips. Hè. Door de jaren heen werden we ook gekend bij onze collega's, politiediensten. En die collega's hebben niet altijd de tijd om in andere dossiers te werken, maar soms krijgen ze een boodschap van iemand die zegt, ja, die persoon is op de vlucht, hij is veroordeeld, hij zit daar. En dan kregen wij die informatie binnen. En als we die informatie kregen, gingen we daar gaan observeren. En als we zagen dat de persoon daar inderdaad verbleef, dan vielen we binnen om 5 uur 's morgens. En als die persoon nu in het buitenland zit, is dat niet heel moeilijk om dan met die buitenlandse politiediensten te communiceren? Ja, het was moeilijk. We hebben zo een paar hele mooie zaken gerateerd omwille van het feit dat we geen... we moesten met Interpol berichten werken, met sirene berichten, maar die personen die dan die
die boodschap, dat bericht kregen dat bijvoorbeeld Dylan om 2:00 PM in een restaurant zit in Barcelona en daar kan gearresteerd worden, ja, dan normaal gezien moet je dat dan officieel doorgeven en zo hebben we heel wat gangsters gemankeerd. En dan zijn we op het idee gekomen om overal fast teams in alle landen te creëren. Van België dan? Vanuit België hebben we gezegd... Hebben wij dat idee gelanceerd. En de Europese Unie vond dat een heel goed idee. We hebben dan, wij kleine Fast Team, hebben dan €250.000 gekregen van de Europese Unie om in alle landen om vergaderingen te organiseren. Dat geld was dan om vliegtuigreizen te betalen, de hotelkosten, om al die collega's van die 27 landen te laten overkomen naar België en daar een voorstelling te krijgen, een project te ontwikkelen om overal Fast Teams te creëren. En dat werd dan NFAST, European Network van Fugitive Active Search Teams. En in Roemenië werd er een FAST opgericht met dezelfde naam, Fugitive Active Search Team. Dat was wel heel plezant voor ons, dat wij dat andere landen onze namen namen. En de zaak was dat je in je gsm al die collega's hun gsm had. Dus als er iets gebeurde in, ik zeg maar wat, in Boekarest of in Rovinje, we hebben daar zo'n mooie zaak opgelost in Kroatië, dan bel je naar je collega in Kroatië en zeg je, ja, je moet morgen werken, zaterdag, want je moet binnenvallen in dat huis, we hebben een adres. En dan ben je zeker dat dat gebeurt, want ja, 2 of 3 keer per jaar kom je bijeen met al die mensen van al die fast teams. Je hebt dossiers mee. 'S avonds ga je iets gaan eten, ga je een pint gaan drinken. Dus je wordt eigenlijk collega's, vrienden. En ja, er is heel veel vertrouwen. En dat was de bedoeling. Zo hebben we prachtige zaken in internationale context kunnen oplossen. Het waren vergaderingen niet met politiechefs, maar de vergaderingen, de mensen die naar het buitenland gingen, want iedere keer was er een vergadering in een ander land. Dat was ook wel plezant. Niet alleen in Brussel. Dat is wel een mooie job zo. Enkele maanden later was het in Warschau, dan was het in Boekarest. En iedereen kwam dan naar daar, want we hadden help van de Europese Unie. Ja. Op een duur, na jaren, werden we eigenlijk vrienden. Werd er WhatsApp-groepen gemaakt. Ja. Dat was heel lonend eigenlijk. We hebben zo heel wat beruchte, gevaarlijke criminelen gearresteerd. En FAST bestaat nog altijd. Ja. Die vergaderingen gaan nog altijd door en die successen lopen nog altijd. En wat is de gekste zoektocht dat je al eens gedaan hebt, zodat je zegt van het een naar het ander kwam van rare dingen dat er gebeurden of van toevallen of plot twists. Plot twists, dat je iemand aan het opsporen bent. En... Maar ik kan in het tijdsbestek dat we hier hebben, kan ik heel dat verhaal niet vertellen, maar ik vertel het in mijn boek Most Wanted. Ja. En daar vertel ik het. Maar het zijn heel mooie verhalen die soms weken aan een stuk duren, waar je weken mee bezig bent en dat je soms dagen niet slaapt, omdat je de klopjacht naar een crimineel is heel verslavend natuurlijk. Hè. Ja, tuurlijk. En een keer dat je beet hebt, dat wil zeggen dat je een spoor hebt, ja, dan laat dat je niet meer los en dan ga je tot wanneer dat je de persoon kunt arresteren. En wat doe je nu bijvoorbeeld als bijvoorbeeld al die drugsbaronnen dat in Dubai zitten, die geen uitleveringsrecht hebben naar België? Ja, nu zijn er wel gesprekken met het federaal parket om protocollen af te sluiten, om het wat soepeler, flexibeler te laten verlopen. Maar ik heb de indruk dat het nog altijd wat moeilijk verloopt. Dat is altijd zo natuurlijk, waar er heel veel geld in betrokken is. Zijn er soms weerstanden om personen dan te arresteren en te laten uitleveren. Hè? Want we zijn hier in Antwerpen. Het hoeft niet gezegd dat er miljoenen euro's, ik zou zelfs zeggen soms miljarden euro's, vertrekken naar zo'n landen, naar de Emiraten. Hè? Ja. En hoe frustrerend is dat? Want je weet waarschijnlijk dat die persoon daar zit en je kunt er niet aan. Ja, inderdaad. Dat is frustrerend. Ja. We hebben het zelf meegemaakt met het duivelskoppel Lakota van Akker, waar we eigenlijk al jaren wisten dat ze daar zaten, maar dat Ivoorkust op jaren niet heeft bewogen om actief mee te werken. Hè. Er zijn,
Als er dan ook geen uitleveringsverdragen zijn, geen bilaterale uitleveringsverdragen, dan is het nog moeilijker eigenlijk. Hè? Ja, ja. En dat duivelskoppel, dat heeft toch ook echt jaren geduurd? Hè? Dat je, wordt dat soms niet frustrerend dat je dat zo blijft gaan, maar dat je er zo... Die commitment. Frustrerend was het niet. Je moet geduld hebben, je mag nooit opgeven, nooit moed verliezen. Maar hier was de zaak heel raar dat we wisten waar ze zaten en dat we dat moesten geheim houden, want we hadden schrik dat het... We hadden in die tijd dan ook Most Wanted Fugitives gelanceerd via de federale politie en ook via Europol, Europe's Most Wanted. Hè. Daar stonden ze allemaal op. Hè. Lakota stond erop, op Europe's Most Wanted. En stond ook op Belgium Most Wanted Fugitives met Hilde van Akker. Maar op den duur dachten we, tja, we hadden al zoveel informatie gekregen waar ze zaten, wat ze aan het doen waren, dat we zeiden, ja... Nu gaat het aan de journalisten hun oor komen voor te zeggen, ja, wat gebeurt er? Die gasten zitten daar en er gebeurt niks. Dus, en dan is het verbrand natuurlijk. Hè. Dus dat was het gevaar. En de laatste keer was het Gender Has No Crime. Hè. Met Europol, met Europe Most Wanted waren er altijd heel mooie, leuke mediacampagnes. En de laatste mediacampagne die ik meemaakte was Gender Has No Crime. Dat was de vrouwen dan. Hè. We moesten alle vrouwelijke criminelen op de website plaatsen. En wij dus als België kregen dan ook de kans om een vrouw. Ieder land, ieder FAST-team van de Europese Unie mocht een vrouw op de Europe's Most Wanted Fugitive plaatsen. En wij hebben Hilde van Akker daarop geplaatst. Met die vrees, want we wisten waar ze zat, dat het dan toch aan het oor zou komen van journalisten. We hebben dan toch... het risico genomen. En wat was er gebeurd? Het heeft heel goed gedraaid, die mediacampagne, Gender Has No Crime. Dat Ivoorkust dan gezegd heeft, de gendarmerie van Ivoorkust, tja, we gaan ze oppakken, hè, want dat gaat ons heel veel publiciteit opleveren. En dat was de reden dan... Dat mag dan, het wel. Ja, dan mag het wel. Want na de arrestatie zijn ze onmiddellijk gefilmd geweest... Ik zie de foto's nog van mij. Voor mij, een beetje in die tijd zoals dat jaren geleden Patrick Hamers en Alex Zijen in Brazilië zijn gearresteerd geworden. Dan waren ze ook top of the bill in de media. Hier was het hetzelfde. Die werden ook tentoongesteld eigenlijk na de arrestatie. Maar dan was het nog niet gebeurd eigenlijk, want dan moesten ze nog uitgeleverd worden. En er was geen uitleveringsverdrag tussen Ivoorkust en België. En dan zijn ze toch naar België uitgeleverd geworden. Dus het was echt heel succesrijk. Mooi, ja. Maar je moest geduld hebben en echt in het... het woord is een beetje slecht gekozen. In het verborgene blijven werken zonder zeer discreet te blijven. Je moest zeer discreet blijven. En hebben jullie dan personen ter plaatse die volgen? Of alles gebeurt vanuit België? Nee. Alles gebeurt vanuit België. Ja. En de arrestatie is gebeurd door de gendarmerie van Ivoorkust. Ja. De mensen van FAST zijn wel naar Abidjan gegaan. Collega's zijn wel naar Abidjan gegaan. Om het duivelskoppel naar hier te... Van Akker en Lakota naar hier te brengen. Is dat dan via gsm-verkeer dat jullie weten waar ze zitten? Of... Ja, goed, ja, dat... dat is een moeilijke vraag. Okay. Ja. Ik kan het nu moeilijk zeggen hoe dat we het te weten gekomen zijn, maar dat is ook een serieus verhaal geweest eigenlijk. Ik heb dat dan, ben dan voor het Hof van Assise gekomen, want ze zijn berecht geworden. En daar heb ik dan wel gezegd hoe dat het... moest ik wel getuigen hoe dat het verhaal juist in elkaar zat. Maar van alle criminelen dat je opspoort, hoeveel procent zit daarvan in een land dat niet kan uitgeleverd worden? Ja, dat zijn de slimmeriken natuurlijk. Hè. Ja. Die vluchten naar een land dat ze zeggen, ja, er is geen uitleveringsverdrag. Maar eigenlijk in huidige tijden speelt dat geen rol meer. Ook al zit je in een land waar er geen uitleveringsverdrag is, die landen kunnen je persona non grata verklaren en dan kunnen ze je uit het land zetten. Want in die tijd was er bijvoorbeeld, hebben we zo heel veel pedofielen kunnen arresteren. Ik denk dat zelfs nu nog geen uitleveringsverdrag is, de dag van vandaag, in de Filipijnen, in Vietnam. Nu wel in Thailand is er een uitleveringsverdrag, maar de pedofielen gaan meestal naar daar.
Ja. En wij konden die daar lokaliseren, hè? Maar er was geen uitleveringsverdrag. Maar wat deden wij? We zeiden, kijk, die persoon is, veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor kinderverkrachting. Wel nu, wat deed dat land dan? Cambodja zei, gast, 9 jaar kinderverkrachting. We verklaren hem persona non grata. Ook al is er geen uitleveringsverdrag. En we zetten hem uit naar het land van herkomst. En wij gingen die werden op het vliegtuig gezet. En wij pakten die in Zaventem op. Oké, maar het ding is, wat ik eigenlijk me afvraag, is van, je hebt een persoon bijvoorbeeld in Dubai. En je weet al 2-3 jaar dat hij in Dubai zit. Weet je het moment dat zij 1 stap uit Dubai zetten, dat zij in een ander land zijn? Of moet je dan terug opnieuw... Ja, normaal gezien weten we het, maar zo'n criminelen zijn heel gewikst en die reizen met een valse identiteitsreispas. Dus die is soms heel goed nagemaakt. Of die reizen met een lookalike, een echte reispas waar een foto op staat van een persoon die op hen gelijkt. En ja, die gaan dan door de mazen van het net. Maar wij kennen die identiteit niet. We hebben die identiteiten die we wel kennen, hebben we wel gesignaleerd internationaal. En dan komen ze wel naar ons toe natuurlijk, hè. Maar gewiekste criminelen die gebruiken identiteiten die wij niet kennen. En zijn er zo van die criminelen dat je nooit meer iets van gehoord hebt? Dat je nooit een spoor hebt kunnen vinden? Verdwenen. Ja, inderdaad, die staan op de most wanted. Hè. Er is Roef Oedin, die Malika Soussi, een moeder van 2, heeft de keel overgesneden. Die hebben we niet kunnen arresteren omwille van het feit dat toen Enfast nog niet bestond. Dat we geen goede contacten hadden in het buitenland. En de persoon is nog altijd voorvluchtig. Ja. We weten natuurlijk nu dat hij in Bangladesh zit. Begin daar maar eens te zoeken. Daar is dan ook geen uitleveringsverdrag. Hij heeft de nationaliteit. Het is een Bengaal. Ja. Dus begint maar natuurlijk. Het zijn er zoveel. Veel. Corset heeft de vrouw van zijn vriend de keel overgesneden met 3 kleine kindjes. De keel overgesneden. Heeft levenslang gekregen in Brussel. Is ook voorvluchtig. Hebben jullie nooit iets meer... Zijn er echt zo van die mensen dat je nooit iets van gehoord hebt? Ja, inderdaad. Ja. Want momenteel heeft het vast meer dan 1500 dossiers van voorvluchtigen. Er zijn heel wat voorvluchtigen. En natuurlijk, als je veroordeeld bent tot een straf van tot 3 jaar, verjarende straffen na 5 jaar. Dus als je veroordeeld zij tot een straf van meer dan 3 jaar, 3 jaar en een dag, dan verjaren de straffen na 10 jaar. Dus als je 10 jaar kunt gedijst houden in het buitenland bijvoorbeeld, dan kom je langs de grote poort terug België binnen, want dan kun je niet meer in de gevangenis terechtkomen. Die straf is verjaard. Oh, dat wist ik zelfs niet. Ja. Dat gebeurt dus iedere dag moet je een persoon van de lijst schrappen, want zijn straf is verjaard. Ja. Dan doet je maag een beetje pijn natuurlijk. Hè, nu is het toch heel anders, hè? Omdat het veel meer achter de computer is, het speurwerk. Ja, maar het fastwerk is toch ook veel terreinwerk, hoor. Ja. Je moet met personen gaan spreken. Het werken achter de computer, bij manier van spreken, is vooral om masten van gsm's te lokaliseren, telefoontaps te beluisteren en zo. Ja. Dat moeten we natuurlijk ook doen, hè, want er worden ook telefoons afgeluisterd om te weten waar personen zich bevinden, uiteraard. Dan moet ik weer denken aan Bourne Identity, aan die film. In de control room. Hoeveel heeft de Most Wanted List eigenlijk geholpen? Ja, heel veel. Heel veel, ja. Ja, heel veel. Ik denk dat er nu al zeker 20, 25 arrestaties gebeurd zijn met Belgium Most Wanted. Hè? Ja, ja. En Europe's Most Wanted, ja, dat is met alle criminelen van Europa. Ik denk dat we daar al aan in de 40 zitten. Ja, want elk jaar... En dat zijn dan heel zware criminelen. Dat zijn moordenaars, zware internationale drugtrafikanten, verkrachters. Dus dat zijn wel de zware. Want elk jaar helpt het meer en meer, hè? Heb ik zo het gevoel. In de krant en zo komen er meer en meer verhalen van dat ze via de Most Wanted-lijst hebben opgespoord. Dat is toen toch wel aan het groeien, hè? Ja, klopt. De burger wordt
wordt ingezet om, om te helpen en om informatie te geven. En dat, dat loopt wel. We hadden nooit gedacht bij de creatie van Belgium Most Wanted en Europe's Most Wanted dat dat zo succesrijk zou geweest zijn. Ja. De bedoeling was natuurlijk om, om voor vluchtigen te pakken daardoor, maar het was ook een beetje een marketingproduct voor ons om ons in de markt te zetten, omdat we in die tijd hadden we het moeilijk om te blijven bestaan, want ze wouden ons supprimeren. Er was al geld tekort bij de federale politie, dus er moesten diensten gesupprimeerd worden. Dus wij zaten ook in, in dat lijstje. En dan moesten we proberen om zo veel mogelijk resultaten te hebben, dat we niet zouden geschrapt worden. En ook een beetje aan marketing doen, in de publiciteit komen. En we dachten dat met Belgium Most Wanted en Europe's Most Wanted dat dat wel zou lukken. En ik had zelf nooit gedacht dat dat zo'n schot in de roos zou geweest zijn. Ja, dat is wel goed gelukt dan. Ja, oké. Okay, ja. En ik heb dan ook de naam van mijn boek eraan gegeven, hè, Most Wanted. Most Wanted, zeker kopen. Amai. Ik heb er ook last van vandaag. Ja. Waar vindt u nu die... Ja, nee, zeg. Ja, ik wou zeggen, want mijn camera's gaan het bijna begeven. Ik ga hem straks vragen. We zijn al 55 minuten aan het praten. Dus Martijn, echt bedankt. Ik vond het heel interessant. Ik heb heel veel bijgeleerd. Ja. En je zit nu in de voetbal, heb je gezegd. Je hebt nu een eigen... En ik hoor dat u ook een oud voetballer bent, een keeper, nog van KVO Stender. Ja, onvroeger nog. Veel succes daar ook mee. Ja, dank u wel. Ja. Ja. Hopelijk tot de volgende eens. Ja, ik bedank jullie voor dit. Het was een zeer leuk gesprek. Dank je wel om te komen. Twee toffe kerels, dank u. Dank je wel. Merci. Volgende. Tot de volgende.